Een groep van 50 militairen volgt nu speciale trainingen om naar Haiti af te reizen. Dit bevestigde defensieminister Krishna Kumari Mathura gisteren tegenover journalisten voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De training is georganiseerd door de Franse ambassade met de focus op de Haitiaanse taal en cultuur. Nee, ze zijn nog niet vertrokken. We zijn wel bezig met training op dit moment. En ze volgen eigenlijk een training die de Franse ambassade heeft georganiseerd. En het heeft meer te maken met de taal en de cultuur in Haiti. Maar we zijn nog niet vertrokken. De groep is 50 militairen. Maar niet alle 50 gaan. Er gaat eerst een groep van 25. Als die terugkomt, zal de tweede groep gaan. Mathura zegt dat de missie eerst zal beginnen met het vertrek van een groep van 25 man naar Haiti. Als deze groep terug is, zal de tweede groep vertrekken. Voor nu heeft de Verenigde Naties de missie overgenomen.